Welkom bij de podcast Innovative Leaders by Info. Deze podcast gaat over next-gen leaders die innovatie toepassen om het leven van mensen makkelijker en leuker te maken en daarmee ook hun eigen doelen bereiken. Mijn naam is Remmert Stiptonk en vandaag is de gast CEO en oprichter van Beter Dichtbij, Godfried Bogaerts. Even de feiten op een rijtje. Beter Dichtbij is een digitale dienst die directe communicatie tussen patiënt en zorgspecialist mogelijk maakt, met als doel om de zorg zo samen makkelijker te maken. Beter Dichtbij is in 2016 gestart als initiatief van de zorgsector en is sinds 2018 een zelfstandige organisatie geworden. Aan het begin van 2019 waren 15 ziekenhuizen aangesloten en inmiddels is dit aantal gegroeid naar 24 ziekenhuizen. Godfried, van harte welkom. Waarom is de manier waarop ik communiceer met mijn arts nog steeds dezelfde als 50 jaar geleden? Ja, dankjewel Remmert. Leuk om hier te zijn. Om gelijk met je laatste vraag te beginnen. Ik denk omdat deze sector ook echt redelijk goed in elkaar zit qua bevlogenheid. De mensen die er werken, die hebben echt gekozen om ooit arts of verpleegster te worden. En die bevlogenheid eigenlijk maakt denk ik ook dat de verandering erin heel moeilijk is. Want de patiënt komt binnenlopen en ze beginnen al het gesprek. De volgende patiënt zit alweer klaar. Dus één stap terug nadenken, kan dit ook anders? En welke middelen hebben we tegenwoordig? Ja, dat zit eigenlijk niet in deze sector. Omdat ja, iedereen is zo elke dag weer met die patiënt bezig. Dus die verandering erin brengen, die gaat niet makkelijk. Het is geen onwil, maar het is gewoon de manier hoe het georganiseerd is. Maar je zou zeggen dat er in andere sectoren ook best bevlogen mensen zijn. En dan zijn er allerlei nieuwe middelen beschikbaar om misschien de zorg ook beter toe te passen op wat consumenten vandaag de dag willen. Mensen vandaag de dag willen. Ja. En is er niet, ik heb toch altijd het gevoel dat dat misschien wat traag gaat in de zorg. Net als bijvoorbeeld in het onderwijs. Nou, dat klopt. In de zorg gaat zeker traag. Onderwijs ken ik niet zo goed. De zorg heeft heel erg de historie van bewijsvoering. Alles wat ze toepassen is eigenlijk altijd wel ergens onderzocht. En in een lang onderzoekstraject echt doorgenomen of het ook echt goed is. En dat doen ze met medicijnen, maar ook met allerlei behandelmethodes. Voordat de eerste thermometer echt op grote schaal werd toegepast, is er geloof ik wel 20 jaar overheen gegaan tussen de uitvinding en het breed toepasbaar maken. Maar dat onderzoekskarakter gaat zo breed dat zelfs voor iets heel eenvoudigs als berichtjes sturen bijna, dat ze op zoek zijn naar de wetenschappelijke studie die dat onderbouwt dat het goed zou zijn voor een patiënt dan wel een zorgverlener. Ja, en daar moet je het eigenlijk van wegtrekken, want dit is gewoon communiceren. Dit is gewoon een nieuw communicatiekanaal. Maar ze gaan je toch snel in die hoek weer zetten van wat is dan de bewijsvoering? Heb je publicaties? En uit die sector kom ik niet, dus dat heb ik niet. En ik denk ook niet dat het nodig is. Ja leuk. Tenminste, interessant hoe dat dan kan gaan. Daarover vast zo meteen nog wat meer. Ja. Kun je iets vertellen over waarom je ooit met Beter Dichtbij bent begonnen? Ja, dat gaat al wat lang terug. Ik ben ooit een van de medeoprichters geweest van internetbureau Mirabeau. Nou, met heel veel trots hebben we dat bedrijf uitgebouwd en heel veel klanten ook geholpen met hun digitale strategie. Eigenlijk wat jullie ook doen bij Info. En daar zag je eigenlijk al dat sectoren soms konden veranderen door het gedrag van de consument aan de buitenkant. De organisaties binnen hadden allerlei processen, maar die consument ging zich in één keer anders gedragen en sloeg kanalen of processen over. En in de zorg fascineerde mij dat eigenlijk dat die verandering waar we het in het begin over hadden er eigenlijk niet was. En toen op een gegeven moment kwam die heel dichtbij bij mijn moeder. Die is zelf lang verpleegkundige geweest. Helaas werd ze ziek. Een vrij lang traject. En elke keer had zij toch kleine vragen thuis. En ze durfde niet de dokter te bellen om daar toch even over te overleggen. Want de dokter is zo druk en ik wacht wel tot ik over 3 maanden weer de vervolgafspraak heb. En mijn zus en ik zaten dan toch enigszins aan te dringen van neem nou even contact op mama. Je kunt gewoon bellen. Waarschijnlijk hebben ze wel even tijd voor je. Nou, dat deed ze uiteindelijk. En dan was ze weer echt helemaal gerustgesteld. En kon ze weer 1 of 2 weken echt weer helemaal goed verder. Toen dacht ik, als we dit nog eigenlijk niet toegankelijk weten te maken, dan missen we echt iets. En vanuit dit klein idee, is misschien een persoonlijke anekdote, zijn we uiteindelijk een plan gaan uitwerken. Samen met een groep ziekenhuizen. En daar is Beter Dichtbij uit voortgekomen. Dus je hebt het samen met een aantal ziekenhuizen opgestart? Ja, ik wil echt eigenlijk kijken of deze sector ook zelf nog het initiatief kan houden. In andere sectoren zie je vaak dat er partijen gekomen zijn die bestaande sectoren eigenlijk voor een deel naar achter hebben gezet. Nou, hier wil ik kijken of ik het met de sector samen kan doen. Ja, en wat lost Beter Dichtbij op? En op wat voor manier? Ja, die zorgverlener is heel druk. We worden steeds ouder met z'n allen, gelukkig. Maar we zijn ook kritischer op onze gezondheid. Dus we willen meer weten dan vroeger. Dus de druk op die zorgverleners wordt alleen maar groter. En de traditionele manier van het gesprek aan tafel kan niet meer alles aan wat er op de zorg afkomt. Dus wat Beter Dichtbij oplost is enerzijds die druk. Dus de zorgverlener kan op een makkelijkere manier meer eigenlijk bereiken bij zijn patiënten. En aan de andere kant lost het gemak en toegankelijkheid op bij diezelfde patiënt aan de andere kant.
En het woord patiënt gebruiken wij eigenlijk ook niet heel veel. We hebben het meer over de consument, omdat ja, iedereen wordt geboren en ergens eindigt het een keer. En het is maar net hoeveel geluk of pech je hebt, waar je misschien ook met zorg te maken hebt. Dus het moet eigenlijk gewoon passen in het gewone leven. Ja, en ik snap dat, dat consumenten en ik zou dat hartstikke fijn vinden als ik gewoon een kort bericht kan sturen. Maar zijn artsen hier nou ook blij mee? In eerste instantie denken ze van niet. Want ja, ik ga toch niet de hele dag appen met mijn patiënten en ik ben al zo druk. Kunnen wij laten zien dat ze niet zelf aan het appen zijn en dat ze helemaal niet op hun telefoon bezig zijn, maar gewoon vanaf de werkplek. En dat hun assistenten eigenlijk het grootste deel van het werk doen. Maar als ze dat kunstje helemaal doorhebben en ook van artsen horen dat die uiteindelijk eerder naar huis gaan omdat ze geen mensen meer hoeven na te bellen, omdat er minder mensen in de wachtkamer zitten, dat ze nu ook een keer zelf patiënten kunnen benaderen. Dus het is niet één richting verkeerd, twee kanten gaat het op. Sommige patiënten vergeten dingen in te leveren, komen niet opdagen, of de patiënt, dokter wil toch even weten hoe gaat het nu met u, maar hij heeft eigenlijk geen tijd om te bellen. Nou, hij stuurt een appje, hoe gaat het met u? En hij krijgt een duimpje terug. En ja, de dokter is ook maar een mens. En met dat duimpje gaat hij toch blij naar huis. Want dan weet u wel van, nee, ik heb mijn werk goed gedaan. Ik kan me hier toch op de een of andere manier weinig bij voorstellen. Want is dit het voorbeeld wat jij nu gebruikt? Ja. Gebeurt dit echt? Ja, nou, wat je bij de introductie zei. We zijn inmiddels bij 24 ziekenhuizen in gebruik. En terwijl we hier aan het praten zijn, zijn er waarschijnlijk alweer enkele honderden berichten verstuurd over en weer. Ja. En dat gaat van echt medische dingen van, moet ik nou 1 of 2 keer per dag dit medicijn gebruiken? Tot ik wil mijn afspraak verplaatsen. Oh, wat fijn dat het weer wat beter gaat. Of een smiley of een duimpje bij iemand die bij een jeugdpsycholoog loopt en eigenlijk helemaal niet meer wil bellen. Ja. Dus, het is interessant, want ik was heel toevallig gisteravond bij de tandarts voor een noodsituatie, niet ernstig. Maar dan valt mij op dat terwijl je daar bezig bent, die tandarts die werd nog 3-4 keer gebeld. Ja. En 3-4 keer was het niet, werd hij eigenlijk niet gebeld en hoefde er niks te gebeuren. Niemand hoefde te komen. Nee. En hij zei ook, ja, dat gaat de hele avond zo. Mensen die hebben dan kiespijn, die willen even horen of het goed is. Is het daar ook voor straks? Ja, daar is het ook voor, omdat een deel van die telefoontjes die binnenkomt, ze storen hem allemaal in zijn werk, die telefoontjes. Precies. Want die telefoon blijft rinkelen, dus iemand zal een keer moeten opnemen. En tussen die telefoontjes zal vast een spoedding tussen zitten. Die moet echt opgenomen worden. Maar heel veel zijn niet spoed. En de andere kant vindt het ook niet erg om zijn vraag neer te leggen en dan te weten, nou, ik krijg binnen 1 of 2, 3 uur antwoord. Ja. En dus het asynchrone karakter van berichtjes naar elkaar sturen, eigenlijk ook wat je in je privéleven doet. Je stuurt nu iets en 2 uur later stuurt je buurman misschien iets terug. Dat maakt dat je het eigenlijk op hele grote schaal kunt toepassen. En dat trucje hadden ze nog niet gezien in de zorg. Ze zijn het synchrone karakter wel gewend. Het gesprek aan tafel, in de spreekkamer, in die behandelstoel. Maar dat je asynchroon eigenlijk ook veel kunt bereiken en daarmee op veel grotere schaal, dat zijn ze eigenlijk niet gewend. En ik denk dat je daarmee zelfs nog, als je nog wat verder kijkt, terug kunt komen uiteindelijk op waar artsen echt mee bezig willen zijn, is niet voor 1 patiënt aan de slag, maar grote groepen. Dus we hebben nu ook een longarts en die zegt, nou, ik ga straks al mijn astmapatiënten in maart een paar berichten sturen van, let op, het hooikoorts gaat beginnen. Ik heb hier de volgende 3 tips voor u. Zonder dat die mensen maar eigenlijk bij hem in zijn spreekkamer zijn geweest. Ja. Maar daarmee weet hij gewoon dat hij een aantal bezoeken gaat voorkomen. Ja, ja, ontzettend slim. En wanneer mag ik verwachten dat alle ziekenhuizen in Nederland dit gebruiken? Ja, ik zou zeggen, kom bij ons werken als accountmanager. We groeien hard en kunnen goede mensen gebruiken. Maar dan kom je toch wel weer terug op de traagheid van de sector. Ik denk dat we nu 1 ziekenhuis per maand aansluiten. Er zijn er 70 in Nederland. Dus ergens de komende 2, max 3 jaar zullen alle ziekenhuizen mee gaan doen. En wanneer zijn de huisartsen aan de beurt? Want daar heb je ook hartstikke veel interactie mee. Mm-hmm. Ja. En lukt dat ook? Want het is natuurlijk toch weer een heel gefragmenteerde doelgroep. Hè? Er zijn, je noemde, 50, 70 ziekenhuizen in Nederland. Ja. Er zijn veel meer huisartsen volgens mij. Ja, er zijn iets van 6000 praktijken in Nederland als huisarts. Nou, ik weet niet wat de luisteraar weet van hoe de zorg georganiseerd is, maar veel huisartsen zijn nog gewoon zelfstandigen. Een aantal hebben zich verenigd in een soort coöperatie of zorggroep. Maar vooral die zelfstandigen die zijn zo druk, die hebben helemaal geen tijd voor de nieuwe verandering. Terwijl daar eigenlijk de nood nog groter is. Dus, ja. Ja. Ook wij bij Beterbij, we zijn in gebruik bij een aantal huisartsenpraktijken. Die zijn nog blijer zelfs dan ziekenhuizen, want het klopt. Je hebt uiteindelijk meer vragen aan je huisarts dan aan het ziekenhuis. Maar hoe die huisartspraktijk te bereiken en even net die kleine verandering te bewerkstelligen, daar zullen wij nog iets moeten doen wat echt door die verandering heen komt. Is het wel een doel wat jullie voor jezelf hebben om ook dat deel van de markt te gaan bedienen met jullie platform? Ja, zeker. Dat is essentieel voor ons zelfs. Omdat Beterbij willen we als merk groot maken. Dus niet als softwareproduct, maar echt als merk. En het moet echt staan als een soort AMB van de zorg. En als je iets met zorg wilt, moet je aan Beterbij denken. En dan hoort die huisarts daar gewoon bij.
En wat is het verschil tussen een platform en een merk in de markt zetten? Nou, platformen, dan mag je in de rij aansluiten bij de andere IT-leveranciers. En dan word je vergeleken van welk softwareproduct kan het meeste. En dan kom je in tabelletjes terecht met allerlei vinkjes. Met een platform is het toch meer van, hey, dat andere ziekenhuis doet ook al mee. Hey, mijn huisartsenpraktijk doet ook al mee. Oh, dan moet ik er toch eens naar kijken. Want als we nu steeds meer meedoen, dan moet ik er ook naar kijken. En nou, het is nu nog enigszins aan het begin, maar op Marktplaats zet iedereen zijn spullen, omdat iedereen kijkt. En iedereen kijkt omdat alle spullen erop staan. En we beginnen al langzaam dat effect te bereiken. Dat steeds meer ziekenhuizen mee willen doen, omdat de anderen ook meedoen. Dus dat is dat platformeffect. Ja. En binnen ziekenhuizen hebben we dat platformeffect nog een keer. Omdat patiënten kennen het al van de ene arts en gaan dan zelf actief om vragen bij de andere arts. Ja. En nou, zo hopen wij dat uiteindelijk alle stukjes mooi in elkaar gaan vallen. Ja. Ja, het is natuurlijk een best een ingewikkelde markt. Hè? En, mm-hmm. En zometeen ben ik wel benieuwd naar wat de grote hobbels zijn die jullie nog moeten gaan nemen. Maar kan je iets vertellen over de afgelopen jaren, wat nou echt grote hobbels waren waar jullie overheen zijn gekomen? Ja. Nou, als eerste de oprichting. Ik had het bedrijf helemaal zelf kunnen gaan beginnen en een team kunnen gaan bouwen. Maar ik heb ervoor gekozen om het met 28 ziekenhuizen op te richten. Nou, dat is eigenlijk de eerste hobbel al. Probeer 28 ziekenhuizen op één lijn te krijgen en dat ze ook bereid zijn met z'n allen daar geld in te investeren. Dus dat is onze eerste succesfactor, denk ik. Zijn 28 ziekenhuizen aandeelhouder van het bedrijf? Ja, er zit een stichting tussen. Dus ik hoef niet met 28 ziekenhuisdirecteuren elke keer om tafel te zitten. Die stichting vertegenwoordigt de aandelen van de ziekenhuizen. Ja. Dus dat is eigenlijk onze eerste stap geweest. En volgende hobbels zijn vervolgens om je eerste klant te vinden. Iemand moet durven om dit te gaan doen. Want je platform, ook de techniek is net nieuw. Je team is net nieuw. Je bent nog helemaal niet bekend. Dus dat is de volgende geweest. En daarna zitten we er eigenlijk nu middenin in de groei stuipen. Kunnen we het bijhouden voor hoeveel nieuwe klanten er op ons afkomen. Hoe we de organisatie opbouwen en ook alle achterliggende processen inrichten. Want dat is een luxe probleem. En wat noemen ze een typisch tastbaar probleem waar je dan tegenaan loopt? Nou, bijvoorbeeld onze helpdesk. We gaan nu naar de 30.000, 40.000 gebruikers straks. We proberen onze app zo eenvoudig, goed, veilig mogelijk te maken. Maar naarmate de getallen groter worden, zal ook het aantal telefoontjes op de helpdesk toenemen. Doe je dat zelf? Besteed je dat uit? Heb je een helpdesk die 7 dagen in de week bereikbaar is? Hoe ver kan die gaan in dienstverlening? Ja, dat zijn hele praktische vragen waar je vrij snel tegenaan gaat lopen. En zijn jullie op dit moment een winstgevend bedrijf? Nog net niet. We hebben destijds geld bij elkaar gebracht met die ziekenhuizen en van mijzelf en mijn compagnon Sander Bel. En op het moment dat wij op 26, 27 deelnemende ziekenhuizen zitten, kunnen we financieel op eigen benen staan. Dus daar zitten we heel dichtbij. Ja. Dat moeten we ook bereiken eigenlijk de komende maanden. En vanaf dan gaan we kijken hoe we verder gaan en kunnen er eigenlijk twee sporen ontstaan. Of we gaan door zoals we nu gaan, of we gaan nog op zoek naar een volgende stap om nog harder naar die consument te kunnen gaan. Nou, dan kan het zijn dat er nog een partij bij aan boord gehaald moet worden om die stap te maken. En is het niet zo dat juist door die groeistuipen en die hobbels die je dan moet nemen, zo'n opschaling van zo'n helpdesk, dat eigenlijk weer een setback is, zeg maar, om winstgevend te worden? Want ja, dan moeten er toch misschien weer 10, 20 man bij? Of... Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En omdat er nu niet hele grote investeerders achter zitten. Die ziekenhuizen hebben wat geld bij elkaar gebracht en wij zelf. Maar dat moet je ook niet enorme bedragen bij elkaar voorstellen. Dus wij moeten goed slim kijken hoe om te gaan met de middelen. En soms baal ik daarvan dat ik denk, ik zou wel harder of groter willen gaan. Maar ik denk ook dat we zo ver zijn gekomen dat we verplicht waren om zo slim om te gaan met die middelen. Dat houdt je ook wel gewoon elke dag als team scherp. Ja. Maar het klopt inderdaad wat jij zegt. Soms moet je eigenlijk investeren in je organisatie. Nieuwe projectleiders voor de implementatie. Die helpdesk, je technisch team. Terwijl je klanten eigenlijk nog verder erbij aan het komen zijn. Ja, dus opschalen is eigenlijk je belangrijkste doelstelling. Meer ziekenhuizen aansluiten, zodat je meer consumenten kunt bedienen. En dan krijg je natuurlijk op dat moment weer nieuwe uitdagingen die je moet gaan tackelen. Klopt, en dan jouw vraag net van wat is dan de waarde van het merk? Hoe groter wij worden? We hebben nu een communicatiedienst. Maar als jij eenmaal een bekend naam bent, kun je meer diensten gaan toevoegen. Dus het is niet alleen maar dat wij per se groter willen worden, maar het is ook om meer diensten straks te kunnen aanbieden aan de consument. En wat is jullie verdienmodel daarin? Hoe gaan jullie uiteindelijk echt je omzet genereren? Nu worden wij netjes betaald door de zorgorganisaties en huisartsenpraktijk of ziekenhuis die met ons meedoet. Dus die betalen gewoon een licentie per jaar om mee te doen. Dat zal de komende jaren ook wel blijven. Maar het zou kunnen dat over 3, 4 jaar misschien ook inkomsten vanuit de consument bijkomen. Omdat die nog aanvullend op wat die van de gewone zorgsector krijgt een aantal extra services wil. Bijvoorbeeld het bijhouden van metingen die je via een slim horloge laat doen. En dat hij daar bereid is voor te betalen. Alleen die positie kun je eigenlijk alleen pakken als je een bepaalde betrouwbare
indruk hebt bij die consument waar je voor staat als organisatie. Ja. Dus daarom doen wij dat eigenlijk trapsgewijs. Eerst met de gewone zorgsector de gewone zorg makkelijker, fijner maken. En dan straks goed kijken waar staat de technologie en wat wil de consument. Ja. Het klinkt in termen van technologie als dat je best wel wat kan afkijken van andere platformen. Het is uiteindelijk gewoon berichten over en weer sturen. Maar voor de markt is het volgens mij heel innovatief. En zijn er nou in Nederland of daarbuiten partijen waar je naar kijkt en waar je door geïnspireerd kan worden? Ja, nou, een goede vraag. En daar moet je ook echt over nadenken om die te beantwoorden. Omdat voor andere sectoren kent iedereen wel de bekende voorbeelden van Booking en Uber. Voor de zorg denk ik dat niet veel mensen gelijk een naam kunnen noemen. Ze zijn er wel. In Nederland zijn ze nog niet bekend. Een van die namen is Babylon Health uit Engeland. Volledig privé opgezet bedrijf met grote investeerders erachter. Hebben net bijna 500 miljard aan nieuwe investeringen gekregen. Zij willen gewoon de Google van de gezondheidszorg zijn. En ze groeien heel hard in Engeland, in een aantal Afrikaanse landen waar de gewone zorg eigenlijk slechter geregeld is. Maar zij kijken ook naar Nederland. En daarom moeten wij ook tempo maken, omdat we eigenlijk positie willen hebben voordat dat soort giganten die nu nog niet bekend zijn, straks de oversteek maken en ook in Nederland gaan beginnen. En kun je ze aan, denk je? Behalve dat je snel tempo wil maken? Een van de payoff of visie bij Beter Bij is de kracht van de relatie. Dan hebben we het over de relatie consument-zorgverlener. En dat moet ook ons onderscheidend zijn ten opzichte van dit soort partijen. Wij gaan het niet winnen op het aantal miljoenen wat geïnvesteerd is. Ook niet op de techniek. Juist door die miljoenen kunnen zij qua techniek veel meer nog doorontwikkelen dan wij. Maar uiteindelijk hebben wij de relatie met jouw huisarts uit jouw buurt te pakken, jouw ziekenhuis en jouw omgeving te pakken. En dat hebben die internationale partijen niet. Dus ja. Op Marktplaats staat gewoon de fiets 5 kilometer verderop te koop. En op eBay staat de fiets in Amerika te koop. En dat is de reden waarom Marktplaats destijds snel geschakeld heeft. Ja. En dat willen wij eigenlijk ook doen. Ja, je hebt natuurlijk sowieso via die stichting die ziekenhuizen aan boord. En dat is natuurlijk ook heel gunstig. Want die ziekenhuizen kunnen natuurlijk meedenken. Neem ik aan dat je met hun overlegt over waar zij behoefte aan hebben. Waar ze tegenaan lopen. Klopt, maar ik moet ook tegelijkertijd oppassen dat die achterban eigenlijk mij niet te langzaam laat gaan. Destijds is Funda opgericht door de NVM. Heel knap hebben ze dat gedaan. Eigenlijk hebben ze hun eigen concurrent opgericht. Maar dat is niet altijd makkelijk gegaan. De buitenwereld weet dat niet altijd. Maar heel vaak is de NVM helemaal niet blij geweest daarna met Funda. Dus die hebben voor alle ruimte moeten vechten om zover te komen als waar ze nu zijn. Dat zullen wij ook nog meemaken. Je voelt een parallel. Hij komt af en toe op ons af. Tot er wordt gevraagd, kun je niet dit gaan toevoegen? Ja. Want dat is zo fijn voor onze ziekenhuizen of voor onze dokters. En wij maken dan de balans. Ja, maar is dat dan ook wel fijn voor de consument aan de andere kant? Ja. En daar ligt toch meer onze nadruk. We willen er zijn voor die consument. Over de zorg in het algemeen. Hè? Want ik, wat je aan het begin zei, het is een toch best een traditionele markt. Om goede redenen overigens. Maar wat is er nou voor nodig om wel te innoveren in de zorg? Want er is ook met wat jij zegt, met de duurder wordende zorg en de vergrijzing, zijn best wel oplossingen nodig. Mm-hmm. Die er niet zomaar komen. Maar wat is er nou voor nodig om op meer vlakken te innoveren in de zorg? Ik denk uiteindelijk dat die sleutel ligt bij die consument. In heel veel andere sectoren. Eerder vertelde ik dat de consument ander gedrag ging vertonen. Die ging in één keer muziek downloaden of abonnementen nemen op muziek. Op het moment dat de consument mee gaat doen in de zorgsector, zal ook daar de verandering sneller gaan. En nu heeft die consument eigenlijk nog niet zoveel keuze. Je bent verplicht ingeschreven bij een huisarts. Die huisarts verwijst jou door naar dat ene ziekenhuis. Dus je loopt heel keurig de gebaande paden zoals de sector het nu vandaag bedacht heeft. Maar dat begint steeds meer vast te zitten. Sommige huisartsen zijn heel moeilijk bereikbaar. Er zijn steeds minder huisartsen die diensten willen draaien. Dus die consument begint dat door te krijgen dat het allemaal niet meer zo soepel gaat. En gaat straks op zoek naar andere wegen. En als die consument dan meedoet in dit hele spel, dan zullen de innovaties en ontwikkelingen sneller gaan. Maar ik, als ik de keuze had, zou ik morgen vanmiddag nog Beter Dichtbij willen gebruiken. Voor mijn eigen. Ik heb ook 3 kleine kinderen, dus ik moet ook wel zo nu wel voor wissewasjes naar de huisarts. Maar ik kan het niet doen. Ik heb die keuze helemaal niet. Nee, dat is nu hoe de zorg georganiseerd is. Jij bent bij die huisartspraktijk ingeschreven en bent dan afhankelijk of die huisartspraktijk wel of niet mee gaat doen met Beter Dichtbij. Je zou het kunnen noemen bij je huisartspraktijk van, hey, kent u deze dienst? En dan gaan we graag op gesprek bij die huisartspraktijk. Maar je hebt allemaal gelijk, nu is die zorg zo georganiseerd. Alleen ik denk dat de partijen bij gaan komen en dat je uiteindelijk denkt, ja, het duurt me te lang, het gaat om mijn kinderen. Dan betaal ik toch maar €30 en dan ga ik naar die andere partij. Ja. En als die opening er komt, dan zal de gewone zorg toch denken, oh wacht, nu moeten we even anders ons gaan organiseren. En de rol van de overheid hierin, moet die daar niet een voorbeeldfunctie in gaan vervullen? Of beleid maken wat juist dit soort dingen stimuleert?
Ja, ik denk dat aan deze tafel nog niet heel veel overheidsmensen gezeten hebben met betrekking tot innovatie en digitaal. Goeie tip. De overheid die bedoelt het echt heel goed en kijkt ook naar deze ontwikkelingen. Zeker bij het ministerie van Volksgezondheid doen ze heel hard hun best op dit gebied. Er zijn grote subsidieregelingen zelfs, meer dan in andere sectoren, om digitalisering verder te brengen. En tegelijkertijd is het voor hun heel lastig, want voor ze het weten hebben ze een subsidieregeling de verkeerde kant opgezet. En ja, dan staat die subsidieregeling alweer voor 3 jaar opgesteld, omdat dat gaat niet zo snel. Terwijl de ontwikkelingen dan alweer de andere kant op zijn. Dus ik zou als overheid voorzichtig zijn met digitalisering en vooral eigenlijk meer op de fundamenten van de sector zelf zitten. Van hoe gaan we om met het artsenstelsel? Hoe gaan we om met het vergoedingenstelsel bij de verzekeraars? Ik denk dat dat belangrijker is en dat de digitalisering wel komt van buiten of voor een deel uit de sector. En als jij de overheid 1 hele grote tip zou mogen meegeven, een maatregel die ze morgen gaan doorvoeren, welke zou dat moeten zijn? Die staat hoog op mijn wensenlijst. Dat is eigenlijk een alternatief voor DigiD. 1 autorisatiemiddel eigenlijk voor alle Nederlanders, wat heel makkelijk is, maar wel heel veilig. En dan eigenlijk door allerlei diensten toe te passen is. Dat zou de digitalisering van heel veel diensten in de overheid of semi-overheid ten goede komen. En DigiD kan dit niet? Ja, DigiD kan dit. Dat gebruik ik al voor de overheid en voor zorgverzekering. Ja, klopt. Maar ik denk dat jij technologisch of met je telefoon wel iets handiger bent dan de gemiddelde Nederlander. En bij veel mensen ligt DigiD nog op zolder. Pakken ze 1 keer per jaar naar beneden om de belastingaangifte te doen. Of een keer bij de verzekeraar in te loggen. Ja. Terwijl op jouw telefoon log je in met je pincode of je vingerafdruk bij de bank. Je gaat niet helemaal je DigiD erbij pakken als je maar een vraag wil stellen van 2 regels. En voor sommige diensten is DigiD nu eigenlijk te onhandig in het gebruik. Ja, dus je hebt dit nodig om beter dichtbij te kunnen gebruiken? Nou, ik mag het nu doen op de manier zoals ik het nu doe. Dus het is net zo veilig als mobiel bankieren. Naarmate ik verder het proces naar achter inga met patiëntendossiers, zal ik ooit ook DigiD moeten gaan doen. Ja, dus een betere oplossing vanuit de overheid gestimuleerd voor identificatie zou een dat zou een hele mooie zijn. Dan ga je heel snel zien dat er allerlei tikkie-achtige diensten komen voor de zorg. Maar nu eigenlijk weerhoudt dat veel partijen om daarop in te stappen. Ja, interessant. Privacy, dat is natuurlijk ook een van de eerste dingen waar ik aan dacht. Je zei net al, als je dieper gaat, raak je pas het elektronisch patiëntendossier en dan wordt het strenger. Maar in hoeverre is privacy een bottleneck voor jullie? Of misschien juist een kans als je er een goede oplossing voor gevonden hebt? Bij de invoering van de AVG was het zelfs even een kans voor ons. Want er waren toch al heel veel vriendelijke dokters die aan het WhatsAppen waren met hun patiënten. Ja. Dat mocht toen per direct niet meer. Dus toen gingen mensen om zich heen kijken, waarmee kan ik het dan wel doen? Dus dat heeft ons voor een deel wel geholpen. Want jullie hadden de privacy goed voor elkaar? Ja, bij ons zijn allerlei maatregelen genomen. Dat gaat te ver voor deze uitzending, denk ik, om dat allemaal te noemen. Maar zowel procesmatig als in de techniek als in de uitwerking van de verantwoordelijkheden is dat allemaal netjes geregeld. Dus het geeft ons kansen, maar tegelijkertijd houdt het ook heel veel discussies stil. Omdat inderdaad dokters angstig worden gemaakt eigenlijk rondom privacy. En dat is zonde, want in deze sector, mensen moeten ook bij wijze van spreken, als ze dokter worden, een bepaalde eet afleggen. In die eet zit al dat ze zorgvuldig omgaan eigenlijk met patiënten. Ja. Dus daar kun je voor een deel zelfs al op terugvallen. Ja. Maar het wordt soms moeilijk gemaakt. Ja. En dan terug naar die buitenlandse partijen. Die zijn minder met de AVG en andere dingen bezig, hoe de privacy voor Nederland opgezet is. En dan wil je juist als Nederlandse partij voor zo'n belangrijk onderwerp als zorg dat dichtbij houden. Ja, ik wil net zeggen, want een buitenlandse partij die in Nederland toetreedt zal geen zaken kunnen doen als ze niet aan de AVG voldoen. Nee, daar gaan ze uiteindelijk netjes aan voldoen. Dat lukt ze wel. Maar uiteindelijk gaan zij wel aan de achterkant, al dan niet geanonimiseerd, die data gebruiken om profielen op te bouwen en uiteindelijk straks te weten over wat iemand, een man van 35 jaar, aan gezondheidsprofiel heeft. Voor een deel kan dat heel nuttig zijn, maar voor een deel wil je die ook graag als land dat soort kennis zelf houden. Ja, en jullie doen dat ook? Nee, nu niet. En de data is van de ziekenhuizen en de huisartspraktijken zelf. Maar via die stichting kunnen we uiteindelijk wel keuzes gaan maken of wij ook meer inzichten willen gaan opbouwen. Maar doen we nu niet. Is dat ook niet heel erg nuttig voor de sector als je dit soort data heel goed bijhoudt? Of gebeurde dat eigenlijk al keurig? Ik denk dat die sector dat goed bewust van is. Als je heel veel data gaat bijhouden naar je toe haalt, moet je er ook iets mee doen. Ja. En er zijn al studies geweest in Amerika waarbij mensen een Apple Watch hebben gekregen en allerlei data gingen bijhouden. Die mensen gingen meer dan normaal contact opnemen met de huisarts of het ziekenhuis, terwijl er helemaal niks aan de hand was. Dus je gaat straks een soort evenwicht moeten zoeken met z'n allen. Hoeveel wil je weten en hoeveel kun je weten, maar wat kun je er ook mee doen?
Ja. Het lichaam is een mooi mechanisme, maar niet alle datapoints zou je uiteindelijk terug willen halen. Ja, oké. Nou, dat is nog wat verkenning voor nodig dan. En even iets over het bedrijf zelf. Hè. Hoeveel man werkt er bij jullie? We hebben nu 15 mensen in vaste dienst, een aantal freelancers en een paar partnerbedrijven waar we mee samenwerken. En jullie hebben met z'n tweeën opgericht, maar ja. En hoe ziet jullie organisatie eruit verder? Hoe is dat opgebouwd? Ja, met z'n tweeën sturen we het als management aan, Sander en ik. We hebben 4 projectleiders in vaste dienst en een groep technisch team. 1,5 FTE op marketing. En dat is ook extreem belangrijk voor ons. Wat ik eerder al zei, we willen echt het merk bouwen. Ja. Dat technisch team is natuurlijk heel erg belangrijk, want we zijn een technische dienst uiteindelijk. En dit is nu de opbouw van ons team en we zullen daar in de toekomst verder een eigen service team bij gaan zetten. Het technisch team zal doorontwikkelen. En we gaan voor een deel van een projectorganisatie naar een beheerorganisatie. Dus dat brengt ook weer nieuwe rollen met zich mee. En hoe komen jullie aan je ideeën voor je productontwikkeling? Voor een deel kijken naar voorbeelden die we net even kort noemden uit het buitenland. Ja. Voor een ander nog belangrijker deel is heel erg luisteren naar onze gebruikers. Dus we hebben eigenlijk 2 markten waar we op werken. Dat zijn de consument die de service aan de buitenkant gebruikt. Dus daar leren we gewoon heel veel. Wat voor tijden wordt de BTGBij-app gebruikt? Wat is de gemiddelde leeftijd waarop mensen de BTGBij-app gebruiken? Wat voor toestel gebruiken ze de BTGBij-app? Hoe vaak updaten ze de app? Nou, al dat soort inzichten geeft jouw beeld hoe de doorontwikkeling plaats moet vinden. En de andere markt is die van de zorgverleners. Ja. Waarbij we gewoon echt letterlijk naast de zorgverlener gaan zitten. Of de assistent. Om te kijken hoe die zijn dag doorbrengt. De gesprekken voert met patiënten. Hoe vaak die moet klikken. Hoe de samenwerking is met het elektronisch patiëntendossier. Dus ja, onze backlog die is voorlopig nog niet leeg. En hoe bepaal je wat er bovenaan die backlog komt? Hoe bepaal jullie je roadmap? Ja, we hebben daar een soort formule voor intern bedacht. Die samen is geraapt uit onze visie, gebruikers en vooral schaal. Dus alles wat ons meer schaal geeft, krijgt sneller een plek bovenaan de lijst. Oh, dat is interessant. Want ik zie dit heel vaak bij bedrijven. Dat ze moeite hebben met keuzes maken over wat er wel dan gaat gebeuren en niet. Want je moet natuurlijk accepteren dat het meeste niet gaat gebeuren. Nee, dat is ook bij ons zo. Precies, ja. En dit heb ik eigenlijk nog niet eerder gehoord. Echt een formule. Dus het is echt letterlijk een formule met een aantal variabelen. En je gooit hem er doorheen. Zo is het niet helemaal. Destijds, ooit heb ik ook voor Transavia mogen werken met mijn vorige bedrijf. En daar was dan een buglist na oplevering van een heel groot systeem. En daar hadden ze het wel zo ver doorgevoerd dat elke bug werd gekwalificeerd en omgezet naar euro's. En dan werd er zo de keuze gemaakt welke bug meer prioriteit had. Zover gaan wij nu niet. Maar we kijken wel altijd met het hele team van draagt dit bij aan schaal, draagt dit bij aan onze visie, draagt dit bij aan onze gebruikers. En zo komen we tot een mooie mix. Nou, heel, heel mooi. Ik denk ook best wel bruikbaar voor veel andere bedrijven trouwens. Om op die manier je prioriteiten te bepalen. Zijn er belangrijke innovaties die bij jullie eraan gaan komen in dit jaar of volgend jaar? Eigenlijk zijn we niet eens zo'n heel spannend bedrijf. Zeker niet als je naar andere sectoren kijkt. Daar gaan de ontwikkelingen op technisch gebied veel harder. Maar wat je al zei, het is een traditionele sector. Dus ik denk dat wij van de buitenkant gezien best wel langzaam gaan. Maar de schaal die we aan het bereiken zijn, dat is onze grootste innovatie. En ja, voor de luisteraar is dat wat minder zichtbaar. Maar we worden verder geïntegreerd met patiëntendossiers. We kunnen straks samenwerken met partijen die thuismetingen mogelijk maken. We zullen uiteindelijk wel een deel van de data van horloges gaan uitlezen. Maar het zal altijd in stapjes zijn. En eerst goed gekeken of andere partijen hem al ergens eerder toegepast hebben. En ik lees ook, als ik over jullie lees, dan zie je ook vaak dat jullie met partnerships bezig zijn. Ja. Met andere, bijvoorbeeld technologiepartijen in het land. Is dat inderdaad een belangrijk onderdeel van jullie strategie? Om zulke soort partnerships op te zoeken? Ja, dat heeft eigenlijk 2 redenen. Eén is heel praktisch. Ik bedoel, op een gegeven moment is het geld op om alles zelf te ontwikkelen. Dus ja, dan is het fijn als je met iemand kunt samenwerken die misschien een deel van die ontwikkeling al opgepakt heeft. Maar aan de andere kant is, we willen ook graag dat merk groot maken en een ecosysteem neerzetten. En om je een voorbeeld te geven. Er zijn echt heel veel medische apps op de markt voor allerlei ziektes of behandeltrajecten. Dat willen wij niet allemaal nagemaken, omdat wij zullen dat ook nooit zo goed kunnen als sommige van die leveranciers. Dus als iemand diabetes heeft, dan krijgt hij een glucosepomp. Daarmee kan hij dan zelf zijn suikerspiegelbeeld, heet dat, goed houden. En steeds meer van dat soort systemen hebben ook een eigen app die mensen dan automatisch kunnen uitlezen via Bluetooth en houden op die manier netjes hun waardes bij. Dat zouden wij nooit zo goed kunnen nabouwen als zo'n glucoseleverancier. Dus wat wij gedaan hebben is dat wij de koppeling gemaakt hebben met dat soort partijen. Dus mensen gebruiken die app voor hun diabeteswaardes, maar kunnen hem via BTGBij dan weer veilig en makkelijk versturen naar hun eigen zorgverlener. Ja. Dus daarmee maken we ons flexibel aan de voorkant. We kunnen mee met allerlei verschillende ontwikkelingen die er aankomen of zijn.
En voor die zorgverlener aan de achterkant brengen we het weer netjes allemaal bij elkaar. Ja, ja. En ik kan me voorstellen voor de consument heerlijk. Want wie heeft er nou zin om twee apps te gaan gebruiken voor hetzelfde doel? Mm-hmm. Dus dat, ik kan me ook voorstellen dat het komt uit een als je user-centered werkt. Als je kijkt, wat is nou, wat helpt die consument nou? Dat je juist op dat soort oplossingen komt. Maar toch... Ook in deze sector wordt gezegd, alles moet in één app of in één systeem. Maar kijk op je eigen telefoon, er zitten wel 10 apps die je heel veel gebruikt. Ook wel 30 apps die je bijna nooit gebruikt. Maar Google Maps kun je maar één ding, is de route opzoeken. Maar wel zo goed dat je hem altijd weer pakt. Ja. Tikkie kun je maar één ding, geld overmaken, verder niks. Maar je vindt het toch wel makkelijk. Ja, dat is dus, waar. Ja. Ik geloof niet in alles in één app. Ik heb liever 1-2 extreem goede functies. En dan wel dat ecosysteem zijn, zodat je ook op die andere plekken zichtbaar bent of geïntegreerd. Ja, je klinkt heel gedreven en ook heel professioneel in hoe je praat over bedrijf. Is het makkelijk om zo'n bedrijf draaiende te houden? Of is het ook wel eens moeizaam en vermoeiend ook om er mee bezig te blijven? In zo'n markt die soms ook wat traag is van zichzelf. Ja, kijk, jullie werken voor veel andere sectoren. En ik had mezelf voorgenomen om deze uitzending misschien ook mensen op te roepen om ook eens naar de zorgsector te kijken. Want daar is veel te doen. Dus er zijn eigenlijk veel meer goede digitale mensen nodig. Tegelijkertijd, het is af en toe heel lastig. Want de snelheid is inderdaad laag. Wat je bereikt voor mensen is echt groot. We worden echt gebeld soms door mensen of we krijgen brieven wat het voor hun betekent om op deze manier met hun arts te kunnen communiceren. Dat gaat echt heel ver soms wat er in die brieven staat. Ja, wat wordt er dan gezegd bijvoorbeeld? Nou, we krijgen een bedankbrief van iemand die voor zijn vader die in de laatste fase van zijn leven op deze manier met zijn huisarts heeft kunnen communiceren. Hoeveel rust dat die vader heeft gegeven. Dat hij niet in de wacht hoeft te staan bij de telefoon. Dat hij niet naar de huisartspraktijk hoefde te gaan. Maar dat hij eigenlijk gewoon thuis vanaf zijn bed een kleine vraag kon stellen. Veel moeilijker is het niet. Maar dat betekende voor die manier blijkbaar heel veel. Ja, maar dat kan ik me ook voorstellen. En dat ja. geeft ons hele team dan gelijk weer energie. Ja, natuurlijk. En aan de andere kant hebben we af en toe een gesprek bij een nieuw ziekenhuis of een IT-manager die denkt, nou, dit is helemaal niks, dit hoef ik niet. En ja, dat kan je soms als moedeloos maken. Terwijl op de gang mensen staan die dit heel graag zouden willen hebben. Ja, en is dat ook wat je constant gedreven houdt? Die consument, ja, die patiënt? Ja, ik heb het bedrijf gelukkig niet in mijn eentje opgericht. Ja. En dat zou ik ook niemand aanraden. Dus als je de kans hebt en je begint een nieuw bedrijf en je kunt goede mensen om je heen vinden, maak daar gebruik van. Ook al moet je je aandelen dan misschien delen. Samen kom je dan toch verder, hoe klassiek het ook is. Mijn compagnon die kent de zorgsector heel goed. Dus die heeft meer geduld dan ik. Voor mij is het al lastig om stil te zitten aan deze tafel. En ook voor deze sector ben ik over dit toe iets te ongeduldig. Maar als je dan die mix kunt maken met andere mensen, dan kom je er wel. Mooi. Zijn er andere tips die je zou willen meegeven aan mensen die in jouw soort positie zitten, een bedrijf leiden of een eigen bedrijf hebben? Ja, ik denk probeer toch je eigen drive die je hebt om te zetten in je visie en je merk van je bedrijf. Dus ik kan zelf gedreven zijn, maar je kunt niet tegen mensen zeggen die tegen bij jou komen werken, wordt ook zo gedreven. Maar als je je merk ook zo aan het bouwen bent, denk ik dat je al vanaf het begin al die trots erin kunt brengen, zodat je echt heel veel energie kunt creëren. Iedereen is jaloers op bepaalde merken in Nederland, op Coolblue en dergelijke. Maar die hebben dat eigenlijk op eenzelfde soort manier gedaan. Vanaf het begin eigenlijk die trots inbrengen en die merkwaarde. En dat zorgt dat je dan ook echt verder kunt komen als je groter bent. Want eigenlijk gaan processen een rol spelen. Maar die trots en die merkwaarde zijn dan toch net hetgene waardoor mensen even sneller ervoor gaan en ook kritisch meedenken en zelf met ideeën komen. En hoe heb je dat ingebracht bij Beter Dichtbij? Die trots en merkwaarde? Want dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, we bestonden pas net 3 weken en we waren met z'n drieën. Ik en mijn compagnon en een marketingmanager, die hadden we als derde aangenomen. En toen gingen we al aan de slag over onze merkwaarde. Zou je kunnen denken, ja, ga eerst eens iets bouwen of ga je team opbouwen? Waarom ben je je eerste maand van je bestaan bezig met je merkwaarde? Maar het gaf onszelf energie en we konden met elkaar doornemen of we het zelf overdachten. En de volgende die we aannamen, konden we al gelijk eigenlijk zo dit mee doornemen en kijken, past die echt in het team? En wil die er op deze manier voor gaan? Helpt het misschien jullie een andere aanpak geweest. En helpt het jullie om goede mensen te vinden? Ja, op de technische kant is het lastig voor ons, want we zijn nog niet zo lang bezig en zo groot zijn we niet. Dus we concurreren echt met alle grote partijen die ook goede technische mensen zoeken. Ja, met even goede salarissen. Even goed, misschien wel beter dan bij ons. Dus ook daar moeten we het hebben, die mensen die echt bewust hiervoor kiezen. In de omliggende functies is het voor ons veel makkelijker, omdat goede projectleiders vinden het echt heel leuk om hier te werken. En ook mensen die in de zorg werken vinden het mooi om bij zo'n snel groeiende bedrijf in de zorg te werken. Dus dat lukt zeker. Je zei net, ik wilde misschien wel mensen oproepen om eens te kijken naar de zorg. Ja. Wat zou je die mensen willen vertellen? Hou je lef vast die je in andere sectoren hebt. Als je een keer bij een verzekeraar een heel mooi concept durft te presenteren, dan zou je dat eigenlijk ook moeten proberen binnen de zorgsector. Wij zijn bezig met een digitale dienst, maar het kan ook over ziekenhuizen binnengaan.
Hoe lopen patiënten nou door zo'n gebouw? Hoe zijn nou die processen ingericht? Zijn die verpakkingen misschien, kunnen die nog efficiënter? Ja, dat gebeurt in andere sectoren steeds meer. En eigenlijk ligt daar gewoon heel veel leuke ruimte ook binnen de zorg. Met nog heel veel ander type waardering dan in andere sectoren. En waar moeten ze aankloppen om gehoord te worden? Soms zou ik denken, trek de stoute schoen aan en stuur gewoon die brief naar die directeur van het ziekenhuis. Of kijk wat de grote spelers zijn qua software in de zorg. Meld je daar. En anders mogen mensen mij ook altijd bellen. Dat is een mooie. Mijn slotvraag. Wie is volgens jou een innovative leader? Ja, heb ik over na zitten denken. Want jullie hebben al een aantal leuke mensen hier aan tafel gehad. En ik heb eigenlijk twee namen die bij mij naar boven kwamen. Eén, ik weet niet of het jullie zou lukken om die hier aan tafel te krijgen. Maar dat is Jitse Groen van Thuisbezorgd. En de andere is Lex Hoefsloot van Lightyear. De zonneauto in Nederland die gebouwd wordt. En beide heb ik eigenlijk genoemd. Het zou mij niet uitmaken welke. Maar vanwege lef. En zij zijn beide bezig. Jitse met Thuisbezorgd om die heel groot te maken. Doet ook overnames in het buitenland die eigenlijk ongehoord zijn voor Nederland. Ja, ja. Dat past bijna niet bij de Nederlandse cultuur. En ook die zonneauto die wordt gebouwd in Delft. Veel mensen lachen erom. Ja, dat lukt ze niet. Daar is veel meer kapitaal voor nodig. Maar ze zijn het wel aan het doen. En ook zelf moet ik af en toe denken van, hey, je moet nog meer lef tonen, Godfried. Want het kan groter. Je kunt de grootste worden van Nederland. Maar iets weerhoud je toch. En nou, volgens mij deze twee laten zien dat je dat helemaal niet hoeft te weerhouden. Ja. Dus. Mooi, mooi. We gaan het proberen. Nou, doe je best en dank om hier te zijn. Dankjewel voor je tijd en je inzichten en heel veel succes met de groei van Beter Dichtbij. Dankjewel. Mocht je geïnteresseerd zijn in meer start-up verhalen, luister dan ook naar de afleveringen met SpeakApp en Minibrew. Dit is het einde van deze podcast. Als jullie vragen hebben aan Godfried of over innovaties die hier zijn besproken, laat het weten op de website info.nl of ga naar Twitter @info.nl.